Hi Kreeft, welkom bij je maandvoorspelling voor april tot 30 april. Vanaf wanneer je dan ook kijkt en welk jaar je dan ook kijkt. Mijn naam is Annemiek Nu van Tarot & Zoon. Ik begin met mijn eigen kaarten. Ik ga daarna Rider-Waite gebruiken. Of wie weet welke kaarten. Ik weet zelf nooit wat er gaat gebeuren, wat er gaat zeggen. Ik ben 100% verbonden met het hoger zelf, met mijn hart. En ik heb hier een kaart voor je. Oké. Je zit te wachten op iemand. Of je nu een man of een vrouw bent, maakt niet uit. Je zit te wachten op iemand. Je kijkt er naar uit. Je hebt diegene waarschijnlijk al heel erg lang aanzien komen. Kan ook zijn dat het over een baan gaat. Of over een bepaalde situatie. Of een hereniging met familieleden. Of weer opnieuw eindelijk eens een keertje een feest of zoiets. Echter. Dream bigger. Maak het groter. Maak het groter. Deze partner, deze man of vrouw die je in gedachten hebt, die naar je toe komt. Vind je die wel echt leuk? Volgens mij denk jij dat er nogal wat mankeert aan die persoon. Of als het gaat over een baan. Ja, weet je, het inkomen is goed en ik krijg een mooi kantoor. Maar, En zo'n lijstje heb je ook met betrekking tot een persoon die eraan zit te komen. Een relatie waar je mee bezig bent. Of wat dan ook. Adopteren van kinderen krijg ik zelfs door. Misschien ben je aan het adopteren, maar gaat het vanuit een ander land veel gemakkelijker. Droom groter. Misschien wil je wel 2 kinderen adopteren. Misschien zitten jullie te denken aan dat ene meisje, maar je weet dat ze ook een broertje heeft. Ja, doen. Ik heb kippenvel nu. Voor een enkeling van jullie zal het echt om zoiets gaan. Van, maak het groter. Maak het groter. Wat je ook... volgens mij gaat... Ik krijg nu 2 dingen tegelijkertijd door. Wacht eventjes hoor. Voor april, ja... Wat er eerst moet gebeuren is dat de boel moet instorten. Datgene wat je niet meer kan gebruiken, mag weg. En daarna kan dit komen. Maar er is nog iets... wat wilt u dat ik zeg? 1 ding tegelijk. Oké, eerst dit afmaken wat ik hierover wilde zeggen. Dit geldt voor zo'n beetje alles in april. Of... Nu al, als je in maart kijkt. Dit geldt voor zo'n beetje alles. Wat je ook maar denkt nu. Het is mogelijk. Het is wel alsof Jupiter gewoon volop of bovenop in je geboortehoroscoop nu staat. Waar je ook mee bezig bent. Het mag allemaal groter worden, Kreeft. Of je nu kijkt met Venus in Kreeft, Zon in Kreeft, Maan in Kreeft. Of als je ascendant Kreeft is. Alles mag groter worden. Gaat dit over je verbinding met het hoge zelf? Over terug naar huis, naar God willen gaan? Alles mag groter worden. Alles mag groter worden. Dit is dus niet de tijd... dat is iets wat je los mag laten. Van bescheidenheid. Dit is niet de tijd van bescheidenheid. Dit is gaaf. Dit is echt gaaf. Ik ben heel blij voor je. Dit is echt hartstikke leuk. Alles wat er hier gebeurt staat symbool voor wat er bij jou gaat gebeuren. En ik zit hier, zoals je kan zien, met een big smile. En wat ik ondertussen doe, dat kan je natuurlijk niet zien. Ik heb een joggingbroek aan. Heb ik niet zo heel erg vaak aan. Je zal me er buiten ook niet in aantreffen. Maar ik heb terwijl ik hier dus zit te praten met je, heb ik mijn linkerhand in mijn broekzak gestopt zojuist. Heel comfortabel, heel erg... ik ben dus heel erg op mijn gemak. Je gaat je heel erg op je gemak voelen. Iets mag losgelaten worden. Ga ik zo verder op in. Je mag iets loslaten. En droom groter. Moeiteloos, bijna moeiteloos dat de dingen naar je toe kunnen gaan. Wat nodig is, daarvoor, om het los te kunnen laten. Om het grotere, het mooiere, het rijkere... Het gemakkelijkere, het lievere aan te kunnen trekken, wat je daarvoor nodig hebt. De ster, maar upside down. De ster op de kop.
wat je daarvoor nodig hebt is... Dit gaat over erkenning, hè? Dit gaat over erkenning, maar daar zit het hem dus niet in. Het zit hem er niet in... Nog een kaart, sorry. Gerechtigheid. Ja, weet je... Om dat voorbeeld te gebruiken van adopteren, dat is nogal iets. Hè? Dat gaan jaren aan vooraf. Dat zijn enorme processen. Zoals je ziet, die persoon of die situatie of die baan, die komt ook van verre lopen. Het is bijna, zoals je die brug ziet, alsof die uit een ander land is komen lopen. De kleuren van het land, links en rechts van de rivier, zijn ook iets anders. Het is die persoon of die baan of die relatie of wat dan ook, waar het ook over gaat. De verhuizing, het kan echt overal over gaan. Het komt van ver of het heeft heel erg lang geduurd voordat je datgene kon krijgen. En nu komt het eraan en je hoeft... Je hoeft diegene of die situatie niet te erkennen. Je hoeft diegene niet extra in de spotlights te zetten. Je hoeft diegene niet tot een ster te maken of op een voetstuk te zetten. Je hoeft... Het zit hem er niet in dat je zelfvertrouwen hebt. Waar het hem wel in zit, gerechtigheid in combinatie met deze... is dat je goed afweegt, maar je hoeft... Ik weet zelf niet waar dit over gaat. Erkenning hoef je niet mee te nemen. Je hoeft niet te zeggen extra te benadrukken, bijvoorbeeld als het dus om die adoptie gaat. Je hoeft niet te zeggen van, jij bent helemaal oké, hoor. Het gaat echt helemaal... We houden helemaal van jou en we willen jou helemaal hebben... Maar we willen ook je broertje of we willen nog iemand anders erbij adopteren. Je hoeft het niet uit te leggen. Je hoeft diegene niet in het middelpunt te zetten om tot een uitbreiding te kunnen komen. Weeg wel de situatie voorzichtig af. Weet je, het is dus niet zo van, oh, ik weet waar het over gaat, Annemie. Oké, dus niet die ene man die ik helemaal perfect vind, maar die slechts 2000 euro per maand verdient. Maar ik moet dus voor die man gaan die 20.000 per maand verdient. Dat bedoel ik niet. Weeg de situatie wel goed af, weet je. Als die andere man van 20.000 euro per maand, als die getrouwd is, ja, laat los dan, weet je. Dan is dat niet wat ik bedoel. Dan is dat niet waar het over gaat. Het zit hem dus ook niet in zelfvertrouwen. Het zit hem erover dat je met een zwaard die beslissing om dus voor iets groters, iets mooiers, iets rijkers, iets duurders, iets beters te durven gaan, dat je die beslissing gemakkelijk durft te maken. Dat je die beslissing op zichzelf staand, is al een cadeau. Misschien gaan jullie wel enorme lol hebben en feest vieren op het moment dat je dus bepaalde papieren hebt ondertekend. Of als je een bepaald iemand hebt uitgenodigd. Is dat het moment al van feestvieren? Nog niet eens dat dus datgene al neer is gezet in je leven waar jij gelukkiger van wordt, waar jij blijer van wordt. Oké, dat is één onderwerp. Ga ik nu verder kijken naar die toren. Wat is er dan wat er losgelaten moet worden nog bij jou? Het belang aan zelfvertrouwen. Het belang dat jij hecht aan zelfvertrouwen. Ik kan geen twee kinderen tegelijk opvoeden. Ik moet het één voor één doen. Dat lukt me niet. Dat is dus niet waar. Dat is dus niet waar. Laat dat dus los. Dat stukje van ik heb meer zelfvertrouwen nodig, mag je loslaten. Ik durf niet voor die baan te gaan waar ik 500 per maand meer verdien. Of 5000 per maand meer verdien. Ik ben niet goed genoeg. Daar zit het hem totaal niet in. Daar zit het hem totaal niet in. Dit gaat over dromen die je hebt. Dit gaat over wensen. Over iets wat je jezelf gunt. Iets wat je mag hebben. Dit mag je hebben. Kreeft, dit mag je hebben. Ja.
Ga nou even verder kijken wat je verder mag loslaten. Hoewel ik vermoed eigenlijk dat dit al heel veel is. Het zit hem dus niet in meer zelfvertrouwen nodig hebben. Om deze vrouw te kunnen uitnodigen. Omdat je haar leuk vindt en graag een vriendschap met haar wil hebben. Daar zit het hem dus niet in. Niet dit keer, hè. Wat je moet loslaten is woede. En als ik er een kaart bij... Ja, woede naar jezelf. Woede naar jezelf. Jij hebt ooit eens in het middelpunt van de belangstelling gestaan. En daar hebben mensen heel raar op gereageerd. Er zijn mensen jaloers op je geworden. Of mensen hebben jou daarna genegeerd. Nadat ze je juist eerst enorm veel aandacht hebben gegeven, hebben ze je daarna genegeerd. Mensen hebben zich... Hebben eerst dit gegeven en hebben zich daarna van je teruggetrokken. En hebben tegen jou gezegd van ja, je bent zo'n opgewonden standje. Of je bent zo ongeduldig. Of je bent zo gierig. Of je bent zo, weet ik wel niet wat. En het is allemaal niet waar, schat. Het gaat allemaal niet over jou. Het is allemaal spiegel van diegene geweest. Het gaat dus deze maand om jouw zelfbeeld. Mensen hebben een bepaald beeld van jou en jij hebt dat eigen gemaakt. Maar dat is niet jouw beeld. Het beeld wat anderen van jou hebben, mag je loslaten. Sorry voor het woord dat nu gaat komen, maar daar heb je geen fuck mee te maken wat anderen van jou denken. Daar heb je helemaal niets mee te maken. Echt niet. Nee, je laat jezelf ondermijnen, waardoor jij denkt, ik heb niet genoeg zelfvertrouwen om dit en dat te doen. Dat heb je wel. Dat heb je wel. Ga alsjeblieft je droom achterna. Volgens mij is het, ik heb hier geen klokje, dus ik weet niet hoe ver ik ben. Volgens mij is het niet zo'n hele lange reading. Maar het is wel een ontzettend belangrijke en heldere boodschap, nu al. En dit geldt dus echt voor de komende weken, tot en met 30 april. Ja, ik ben blij voor je. Ik ben blij voor je. Ik voel me ook opgelucht, weet je. Oh, ik hoef dus niet zo moeilijk te doen. Het mag gemakkelijk. Ik zit weer met mijn handen in mijn zakken. Het mag gemakkelijk. Je mag fluitend naar je toe komen. Je hoeft er niet keihard voor te werken. En al helemaal niet nog meer innerlijk werk voor verzetten. Altijd doen natuurlijk. Hè? Altijd innerlijk werk verzetten. Altijd blijven groeien. Maar niet voor deze droom. Niet voor deze droom. Zet in je agenda dat je over 2 weken deze clip weer bekijkt. Ik denk dat het mega interessant voor je is. En dat je er heel veel kracht uit kan halen. Ja. Heel erg leuk. Heel erg leuk. Mocht je enorme moeite hebben om los te laten, kom eens langs voor een healing. Wel langskomen. Online wil ik eigenlijk niet. Weet je wat het is met online sessies? Je kan elkaar niet tegelijkertijd in de ogen kijken. En mijn aanwezigheid en bij mij zijn. Dat is juist ja, wat de transformatie, waar de toren voor staat, voor transformatie. Wat een transformatie zo diep maakt en zo verankert. Online kan wel, maar ik denk dat ik er binnenkort helemaal mee stop. Het is zoveel powerful voor jou. Ik bedoel, een healing is een healing hoor. Zie maar. Deze clips zijn ook van mij. Bladibla. Tot de volgende keer. Ciao schat. Leuke healing.